staan hier bij het alweer het derde project, namelijk de nieuwe toiletten. En om je nog even een idee mee te geven van hoe het oude toilet was, loop ik even eerst om het oude toiletblok om je het een en ander te laten zien. Kijk. Echt werkelijk, de vlieren komen om je oren. En ja, zo ziet het dan eruit. Het beton dat wegbrokkelt, een onveilig toilet. Een vies goor hokje waar de vliegen rondom je heen bezuinen. En als je hier staat, dan eigenlijk kun je niet praten. Of je gaat eigenlijk nog kokend over je nek. Want er hangt hier een lucht, dat wil je niet weten. Maar goed, dat was dus het oude toilet. En als je dan ziet wat we met de hulp van onze sponsoren en donateurs hebben kunnen bewerkstelligen als een nieuw toilet. Die op dit moment wordt schoongemaakt door Mr. Tamba. Yes. Hey Mr. Tamba. How are you? I'm fine, you? Yes, I'm fine, thank you. Okay, good, you're cleaning? Yes, I'm fine. I'm just trying to make the toilet. You're trying to make the toilet clean? Yes. Okay. To make it clean. To make it clean. You walk yesterday, was finished yesterday. You keep on working, right? Yes, thank you. Thank you. You're doing a good job. Alright, sir. En dat is één van de toiletten. En zo hebben we dus een rond hokje gezet om het in de oude traditionele Gambiaanse stijl neer te zetten. Het volgende toilet met een Frans toiletje. En weer de volgende. En als laatste het docententoilet. Wat eigenlijk wel een heel mooi toilet is, maar dat is zowel voor de docent als voor de bezoekers. En ja, dan mag je toch wel zeggen dat je hier in Gambia een heel mooi toilet hebt om op te zitten. Ik weet niet of je het kan zien hoor, dus ik ga het je even zo laten zien. Zo trots en mooi als je dan hier op de school bent om je dit te kunnen laten zien. Daar zijn wij heel ontzettend blij mee om, om je hiervan van getuige te laten maken. Vooral op deze manier. Het is vandaag een hele bijzondere dag, want wij zijn op school. En dat houdt hierin dat er een feestje wordt gevierd. Het is de eerste dag van de 2 weken dat we hier zijn en we worden warm welkom geheten zometeen. Dus er staat ons nog een leuke verrassing te wachten.